Ik ben Emily Kuiper, ik ben coördinator onderwijs van studievereniging Focus en ik heb Gerrit Verwij aangedragen voor de docententalentprijs van 2024. Namens Focus wil ik je van harte feliciteren met de welverdiende prijs docententalent van het jaar. Je mag er erg trots op zijn. Dankjewel Emily voor de felicitaties. Jij ook gefeliciteerd en bedankt voor al het werk wat jij erin hebt gestopt samen met Ian. En ook bedankt aan al mijn lieve collega's, want zonder jullie had ik hier niet gestaan. Het winnen van deze prijs betekent veel voor mij, dus spreekt de waardering uit, dat je gezien wordt. I am Doortje, I'm the secretary of the UC Student Council. We nominated Gerard for Teacher of the Year as they are really appreciated by all students. It is an immense honor to congratulate Gerard with winning the Teacher of the Year award. Thank you so much. It's such an honor to receive this prize. And I really want to thank University College Utrecht for giving me all these years a space to grow and develop as a teacher. And the UC Student Council, who nominated me for this prize and was there every step of the way with all their support. Gerrit weet heel goed de praktijk en de theorie te combineren in zijn werkgroepen, waardoor wij het heel goed in onze praktijksituaties kunnen plaatsen en meer leren van de theorie. Daarnaast, wat hem echt bijzonder maakt als docent, is dat hij een persoonlijke band aangaat met zijn studenten. En studenten niet ziet als alleen studenten, maar echt als personen waar hij in geïnteresseerd is. En daarmee creëert hij een hele veilige sfeer in zijn werkgroepen, wat erg verrijkend is voor het leren. Mijn lessen kenmerken zich denk ik door humor, door veel vragen te stellen, door een veilig leerklimaat te creëren. Ik ben zelf meester geweest, onderwijskundige geweest. En ik probeer aan theorieën en modellen ook praktijkvoorbeelden uit mijn eigen praktijk daaraan te linken. En dat probeer ik zeer erg mee te geven. Gerard's teaching style goes beyond the conventional academic boundaries. This enriches the learning experiences for students, but also they learn about themselves and learn valuable skills for life. So to receive this prize for me feels like a recognition, not just of my journey, but for all of us who might be struggling to find voice and authenticity and their own place in teaching.